De eerste opvangplekken voor Afghanen op Heumensoord zijn klaar. Ja, razendsnel. Dat is de beste samenvatting. Het begin van de week zijn we gewaarschuwd. Woensdagmorgen stond hier nog niets. En nu hebben we eigenlijk de eerste deel van de locatie hebben we rond. Goedenavond allemaal. Verder in het nieuws vandaag, de wolf. Een stichting denkt dat we gewoon met dat roofdier kunnen samenleven en komt met een oplossing om schapen tegen wolven te beschermen. En een deel van een tantra-tempel langs de Waal is afgebrand. Heumensoord is er klaar voor. De opvang van de eerste groep Afghanen die uit het land geëvacueerd zijn. Vandaag zijn de plekken voor de eerste 400 evacuees opgeleverd. Militairen zijn al dagen druk met de opbouw van de noodopvang vlakbij Nijmegen. Eerder was het de bedoeling dat vanavond de eerste mensen hier al konden slapen. Maar dat is uitgesteld naar dinsdag. Woensdagmorgen stond hier nog niets. En nu hebben we eigenlijk de eerste deel van de locatie hebben we op de vergunningverlening en de laatste stukjes inrichting na hebben we rond. Wij hebben opdracht om te bouwen voor 800 tot 1000 evacuees, zoals wij ze noemen. Waarbij we fase 1 nu gaan opleveren vandaag voor de eerste 400 tot 500. En fase 2 zo snel mogelijk daarna. Nou, op dit moment zitten op legerbasis Harskamp op de Veluwe al Afghanen in een opvang. Hun komst was tijdens kerkdienst in Harskamp onderwerp van gesprek vandaag. Predikanten stonden stil bij het uit de hand gelopen protest van begin deze week. Mensen met een groot geloof kennen vaak ook grote beproeving in hun leven. O God, wat een week hebben wij achter ons. We zijn hier bijeengekomen om weer op verhaal te komen en dat is al nodig ook. Want veel kerkgangers zijn geschrokken van de uit de hand gelopen protesten dinsdag. Dat hier gebeurt, dat eigenlijk in je veilige omgeving gebeurt. Dus ze kennen helemaal niet de omstandigheden waar bijvoorbeeld die Afghaanse mensen mee te maken hebben gehad. Dat het hier gebeurt in ons dorp en ja, onze jongens zeg maar, hebben daar ook aan meegedaan. Dus je moet ook het gesprek met die jongens niet ontlopen? Nee, zeker niet. Om ze uit te leggen dat het juist in het christelijk gedachtegoed past om vluchtelingen met open armen te ontvangen. Die mensen hebben een slaapplek nodig en die is daar. Dus ik denk, welkom. Dit was gewoon nood. En dan denk ik van ja, hou je armen wijd open en geef die mensen een plekje. Er is weinig begrip voor het protest. Ja, begrip, dat is wel een beetje lastig. Dat denk ik niet. De manier waarop ze zich geuit hebben is gewoon niet goed te praten. Nee, zeker niet, nee. Wat niet betekent dat de kerk het gesprek met de protesteerders niet aan wil gaan. En dan wil ik zelf graag echt op iemand af, waarvan ik weet, die heeft niet alleen er gestaan, maar die heeft bijvoorbeeld echt dingen gezegd die echt vreselijk waren. Ja, die zou ik graag willen spreken. En als ze dan later zouden zeggen, ik ben in plaats van dader, zeg maar, wil ik helper worden. Ja, dat zou helemaal mooi wezen. Zoals veel andere Harskampers al hebben aangeboden. Gisteren zag ik ook oproepen binnenkomen om telefoonopladers in te zamelen, dus dat is dan iets dat mooi is. Ja, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, zegt dat het de bedoeling is dat de Afghanen op korte termijn weer weggaan uit Harskamp. Want die legerbasis heeft defensie straks weer nodig. De mensen die er nu zitten verhuizen dan naar Heumensoord bij Nijmegen. Maar wanneer dat precies gebeurt, dat is nog niet bekend. Ander nieuws dan. Het is de nachtmerrie voor schapenhouders. Een wolf die de kudde terroriseert. De wolf rukt op. En het is duur en lastig om schapen goed tegen zo'n roofdier te beschermen. Maar volgens het Institute for Coexistence with Wildlife kunnen schapen en wolven prima naast elkaar leven. Deze stichting is opgericht om dat onder de aandacht te brengen. En ze hebben verschillende methodes bedacht om de wolf ander gedrag aan te leren. Dat wolven een bedreiging zijn voor schapen is wel bekend. De meeste eigenaren van schapen beschermen hun dieren vooral met hekken. Deze doet het met een elektrisch hek en twee ezels. De ezel is heel alert, vooral de hengst, de witte. Die ziet alles wat er in de omgeving gebeurt en gaat er naartoe. En geeft het ook direct aan met gebulk. Maar schapen kunnen ook op een andere manier beschermd worden. Door wolven aan te leren schapen niet meer als prooi te zien. Dat kan met drie methodes. De eerste is de schrikreactie van een schaap gebruiken om lampen en harde geluiden aan te zetten. De tweede is schapenvlees met gif gebruiken om de wolf misselijk te maken. En de derde methode is een kraag om de nek van het schaap. Als je nou zorgt, laten we zeggen, dat je een kraag hebt om de nek van een schaap die een pijnlijke schok afgeeft,
In feite koppel je dan het bijten direct met die pijnlijke schok. Er is meer onderzoek nodig om echt vast te stellen of de kraag goed werkt. Maar volgens Van Nieren wil geen enkel fonds of overheid daarin investeren. De schapenhouder zou er, ondanks dat hij opdraait voor de kosten, wel wat voor voelen. Het is geen één methode die 100% is, maar alle beetjes helpen. En ik vind het eigenlijk als schapenhouder vind ik het gewoon van belang dat ik dat moet doen wat in mijn macht ligt. Nou, de zoogdierenvereniging heeft ook kritiek op de kraag voor schapen. Ze vindt het te duur voor grote kuddes. Elke schaap een kraag geven is volgens de zoogdierenverenigingen gewoon te kostbaar. De Paralympische Spelen zijn volop bezig in Japan. En twee broers die in Ermelo opgegroeid zijn, liften mee op het evenement. Ze hebben een lied gemaakt voor de Nederlandse para-atleten. En dat gaat als een trein. Ik doe het mooi. Morgen meer, zo heet het nummer van cabaretduo Speelman in Speelman. Beide broers zijn apentrots op het eindresultaat. Heel erg. En ook heel onverwachts dat het zo op deze manier de studio uitrolt, eerlijk gezegd. Ik ben echt zeer tevreden over het resultaat, ja. De broer van Joost, Daan, kent de bondscoach van de Nederlandse Paralympiërs. Nadat hij bij een training was, besloot hij dat er een liedje moest komen. Nou ja, toen zijn we twee dagen de studio in geweest hier met de band. En hebben we het liedje gemaakt. En toen hebben we het naar Tokio gestuurd. Want zij waren er toen al aan het trainen. En ja, ze waren helemaal fantastisch en blij. En laten we hopen dat ze er een tiende verder door springen of harder door lopen. Het nummer krijgt veel aandacht. En dat is na een moeilijke periode erg welkom bij het cabaretduo dat oorspronkelijk uit Ermelo komt. Ik doe het maar. Ja, dit nummer komt er ontzettend gelegen momenteel. We hebben natuurlijk veel te weinig gespeeld. En dan is het super gaaf als je weer een studio in kan duiken. En iedereen weer kan zien ook, want we hebben elkaar heel lang niet gezien. Dus ja, en dan met zo'n gaaf project is dat super. En straks in deze uitzending, maar liefst twee grote wielerkoersen waren er vandaag in Gelderland. Ja, dat is best wel bijzonder. Helemaal omdat het beide profkoersen zijn. Ik denk dat het niet vaak voorgekomen is dat er twee profkoersen in dezelfde provincie op dezelfde dag zijn. Dus ja, dat is best wel uniek. De man van 25 die gisteren neergestoken werd in Arnhem heeft het uiteindelijk niet overleefd. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De man werd zwaar gewond gevonden in een huis in de wijk Presikhaaf. Zou daar ruzie geweest zijn. In het ziekenhuis overleed de man uiteindelijk. De politie heeft een verdachte opgepakt in deze zaak. En nog meer nieuws uit Arnhem over de Willemstunnel. Die is weer open. De tunnel was een week dicht voor groot onderhoud, waarbij ook de veiligheid is aangepakt. Er gebeuren regelmatig ongelukken waarbij auto's over de kop slaan. Aangepaste verlichting moet ervoor zorgen dat de tunnelwanden beter zichtbaar zijn voor het verkeer. Gelderland barst van de activiteiten en evenementen dit weekend. Nu iedereen terug is van vakantie en volgens de coronaregels er van alles weer mag, grijpt iedereen een kans om iets te organiseren. Zoals in Borculo. Daar waan je je in 1969 met het kleintje Woodstock Festival. En de bezoekers zijn dolblij dat het weer mag. Heerlijk, echt eindelijk. We hebben er zo lang op gewacht. Hartstikke mooi dat het kan met 200 man zo in deze setting. En ja... Gewoon helemaal leuk, toch? Ja, ik kan eindelijk los. Eindelijk eens een keer weer. Het mag dan wel, volgens de maatregelen, maar er zijn nog wel wat regeltjes. Hier geldt het dat je moet testen voor toegang. Dat is dus of je moet volledig zijn gevaccineerd of onlangs corona hebben gehad. Of afgelopen 24 uur hebben getest. En hier in Bredevoort is eindelijk weer eens de boekenmarkt. Heel blij. Heel blij dat het eindelijk weer mag. Het werd tijd. 2 jaar geleden was de laatste, dus ik ben heel blij, ondanks dat het weer een beetje tegenvalt. Eindelijk weer een boekenmarkt. Ik heb een heel mooi boek gevonden, al gelijk bij het eerste kraampje. Iets met dat of de wereld vergaat of de liefde, dus ik ben heel benieuwd. Peace and love, hè? Je weet het. Dus, dan gaan we naar Varik bij Tiel. Metershoge vlammen sloegen daar vanmiddag uit een boerderij die daar in brand stond. De rookwolken waren van kilometers afstand te zien. De brand was begonnen in een auto, maar overgeslagen naar een bijgebouw van de boerderij. Er is hier een bedrijf gevestigd onder de naam Tantra Tempel. Binnen worden bijeenkomsten gehouden waarbij ontspannen en intimiteit centraal staan. Het is niet duidelijk of er zo'n bijeenkomst aan de gang was toen de brand uitbrak. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.
Vandaag is de laatste etappe van de Ladies Tour gereden. Een van de belangrijkste wielerkoersen voor vrouwen in de wereld. De regenachtige slotrit was een ritje rond Park Sonsbeek in Arnhem. En het rondje moesten ze maar liefst 19 keer rijden. En deze vrouw heeft de laatste etappe gewonnen. Marianne Vos. Alles bij elkaar zorgde de koers vandaag wel voor wat verkeershinder in Arnhem. Verkeersregelaars waren de hele dag op de been om auto's de goede kant op te sturen. En ook statushouders zijn vandaag ingezet als verkeersregelaar. Want voor hen zou dit een goede manier zijn om te integreren. Goedemorgen allemaal. De asielzoekers hebben zich vrijwillig aangemeld. En mede-initiatiefnemer Sportbedrijf Arnhem heeft een begeleider geregeld. Zodat de verse verkeersregelaars het niet alleen hoeven te doen. Voor Mahmoud bijvoorbeeld is dit weer een stap om te integreren. Ik ook hier kom voor ik leren Nederlands, voor leren goed talen, Nederlands talen. Het is heel erg bijzonder, denk ik, hoe hij zich moet voelen. En hij draait mee met de maatschappij, dat is belangrijk. Naast dat hij misschien straks een werk gaat zoeken of naar school gaat, hè? De echt drukke oversteekplaatsen worden overigens door professionele verkeersregelaars in de gaten gehouden. Maar voor Mahmoud smaakt het al naar meer. Hij wil vaker belangeloos helpen. Ik like deze voor altijd werken met vrijwillig. Dus een volgende keer zie je Mahmoud ook, met misschien wat beter weer. Ja, en dan was er vandaag ook nog een andere wielerkoers in Gelderland, de Ronde van de Achterhoek. Renners uit binnen- en buitenland hebben daar weer aan meegedaan. En we gaan naar mijn zeer gewaardeerde collega Linda Geerdink. Linda, goedenavond. Is er ook een Achterhoeker als eerste over de finish gekomen vandaag? Nou, helaas moesten de Achterhoekers het onderspeeld delven vandaag, Bojan. Maar uiteindelijk streed een kopgroep van 5 man om de winst. En daarin was Casper van Uden de snelste in de sprint. Toch hadden we een beetje Gelders succes. Want uiteindelijk werd Jan Willem van Schip tweede. En hier zien we even hoe ze over de finish kwamen. De Vries zal het ook proberen. Daar komt van Uden, Casper van Uden naar voren. En hij heeft nog wel tegenstand, hoor. Oh, hij valt een beetje stil. Maar hij gaat het toch redden, Casper van Uden. Ja. En dan wordt Van Schip tweede. Hartijs de Vries vierde. Chris de Jong vijfde. Ja. Maar een hele mooie winnaar, de 20-jarige Casper van Uden. Ja, super. Echt super. Het hele team heeft super hard gewerkt ook vandaag. Op een gegeven moment was het de hele tijd springen. Toen hebben ze echt super veel gaten voor me gedicht. En ja, het was echt geweldig. Het was goed. Ja, het was een waar slagveld vandaag voor de renners. Er was veel regen en ook veel gravelstroken. Dat betekent 20 kilometer over off-road. Dus de route ging dwars door het centrum, maar ook langs maïsvelden. Het was echt afzien wat dat betreft voor de renners. Maar de Achterhoek heeft zich met de Ronde van de Achterhoek weer mooi op de kaart gezet. Kijk Linda, zo is dat. Dankjewel. En wij gaan hier naar het weerbericht. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen afwisselend zon en wolken. Over het algemeen blijft het droog en het wordt 22 of 23 graden morgen. Komende weken liggen de temperaturen eigenlijk precies op wat gemiddeld is voor deze tijd van het jaar. Overdag is het net iets warmer dan 20 graden en 's nachts ruim 10. Zomers weer dat volgens de boeken bij Nederland hoort. Einde van het Gelders Nieuws van zondag 29 augustus. Blijf het nieuws via onze app volgen. Wij zijn er morgen weer. Namens de hele ploeg wens ik u een fijne zondagavond.